Man, ik weet niet, ik voel me echt niet fijn. Ik heb niet echt chill geslapen. Ik bedoel, dat stroopbedje, dat ligt ook niet fijn. Beter als iets godverdomme. Maar ik krijg hier hoofdpijn in deze plek. Ik bedoel, het voelt vertrouwd en beangstigend. Het werkt elkaar tegen. Maar we moeten door, we moeten die vuurdeur lijkt het wel en die luchtdeur, dus waar we die sleutel voor hebben. Maar, Jesse, wakker worden, we moeten door. Ja, we moeten wel. Oké, laten we gaan. Naar die luchtdeur, want ik heb de sleutel. Nou, in ieder geval de pickaxe. Even kijken. Ja, kijk, zie je, hier kom je gewoon weer door. Oké, mooi. Ik sluit de boel weer af. Ja, laten we. Wat is dit? Oké, hopelijk is dit weer gewoon wat simpels, dat we zo snel mogelijk weg kunnen. Oh, fijne kapotte. Wat is de afgesloten deur? Is het allemaal goud hier beneden? Laat het maar niet meenemen, want ik weet niet of dat we hier uitkomen. Weg kunnen komen. Zo, maar wat is... Oké. Wat staat daar? Even kijken. Here Kaita Alkuwaera Dalrak Druden. Dat is mijn vader. Ja. Maar ik weet niet waarom, maar ik kan lezen wat er op dat bordje staat. Sinds wanneer kan jij dwergs Ja, ik weet het niet, maar het is ook geen dwergs. Het is geen dwergentaal. Het lijkt... Ja, oud-elftaal lijkt het eigenlijk meer op. Ja, ik kan het ook niet lezen, dus... Maar ik wel. Er staat... Hier ligt generaal Dalrak Druden. Maar... Waarom zit het graf van mij... Nou, maakt me ook niet uit, maar ik ga naar binnen toe en ik wil... Nou, ja, er ligt wel een graf zo te zien daar aan het eind. Hoe komen we hier wat? Ooit overheen? Jort. Wat? Wat is dit? Hé? Hey, er zit een... Wacht. Er zit een patroon in het... Is het misschien... Even kijken. Ja, hier kijk. Misschien moeten we dat volgen en dan kunnen we... dat klopt. Oké. En dan kunnen we... Zo. Dit is nog niet heel erg moeilijk. Oké. Hier zit er eentje. En dan zit er... Oké. Daar eentje. Oké, ik ben er. Dit is nog niet zo heel erg moeilijk. Oké. Dit is mijn vaders graf. Dus. Ja, ik geef jou de eer. Maak het open. Want... Als het echt van jouw vader is, dan... Even kijken hoor. Het ligt er al wel een tijdje. Het stinkt. Er zit allemaal goud in, dat neem ik mee. Botten laat ik liggen. De waarheid. Dalrak Druden en... Een steen der... Er ligt een steen der leiders in. Kijk. Het is... Hé? Waar is... Hé? Dus, maar ik ga even kijken. Oké, dus het klopte wel van de vier. Ja, ik maak dat graf gewoon weer dicht trouwens. Nou ja, je had ook al boek. Lees even voor, want misschien zal dat wel helpen bijvoorbeeld. Dalrak Druden en de waarheid. Ik lees eerst wel even het boek van mijn vader. Dalrak Druden. Ja, Dalrak was de generaal van het leger van Dwarventon. En een goede vriend van Varen. Nou, dat is jouw vader. Dat is mijn vader. Maar dat wisten we al dat ze goede vrienden waren. Hij heeft zeer vele gevechten tot een goed einde gebracht. Helaas is zijn leven nu ten einde en is zijn zoon vermist. Nou, ik was dus vermist blijkbaar. Hij laat alles aan en na, ook de steen der leiders. Oké, dus die steen der leiders was van mijn vader. Oké. Interessant. En dat zal wel misschien wel betekenis hebben gehad waarom ze ook goede vrienden waren. Mhm. En je had nog een boek, had je... Ja, de waarheid. Dit is een brief van mijn vader blijkbaar of zo. Gegroet mijn zoon, ik heb altijd al geweten dat je mijn graf zou vinden. Je hebt mijn strijdbel gevonden en nu ook de steen der leiders. Het behoort jou toe. Alleen een dwerg kan met deze steen omgaan. Dit heb ik je dus niet eerder verteld. Dat klopt. Ja, maar jij bent gewoon een dwerg. Dus... Ik ben een dwerg, ja. Maar ik niet. Maar ik lees wel even verder. Jod, om jouw leven te redden heb ik het mijne moeten geven. Andal heeft jou in deze menselijke vorm getransformeerd. Wat? Ben jij dus... Ik weet het niet, maar dat is...
dat zou wel kunnen verklaren waarom ik dus Valdi hoorde toen ik daar naar beneden was gevallen. Of toen wij daar naar beneden waren gevallen. Het zal wel heel veel verklaren, ja. Nou, ik ga even verder lezen. Andor heeft jou in deze menselijke vorm getransformeerd. De steen der leiders kan deze opheffen, maar dat kost tijd. De kans bestaat dat het pijn... Fijn. En er staat, combineer de steen met de bijl. Ik ben trots op je, maar dat kan ik. Dat kan jij, dus ik denk dat we... Ik heb daar blijkbaar de gaven voor, dus... Oké. En dat zou dan dat moeten opheffen, maar dat kost tijd. Maar hier is er een deur. Die deur natuurlijk. Ja, maar hopelijk is dit wat makkelijker om weg te komen. Even kijken. Er zit een beetje in. Oh, we kunnen in ieder geval niet meer terug. Wat is... Even... Oké. Nou, kijk, we komen hier nu langs naast die brug uit. Ja. Nou, ik ben weer terug. Oké, mooi. Nou, nu gauw door naar die Dan andere gaan we deur. Maar weer... We moeten die we laatste... We kunnen hopelijk gelijk weer weg. Ja, maar we moeten die laatste deur nog doen. En aangezien... Jij die... Ik weet niet wat er zit. Nee, dus... ik ook niet. Maar ik verwacht iets... iets bijzonders. Want... Je weet maar nooit. Anders zou het ook niet de laatste deur zijn. Nee. Maar laten we maar snel gaan. Jesse, laten we maar gewoon naar binnen gaan. Het moet toch. Wat? Deze... Wat is dit allemaal? Nou, Jesse, je hebt je de bel en de steen. Veel succes. Ik hoop echt gewoon dat het hem lukt, maar... Ik krijg allemaal stemmen in mijn hoofd. Nou, hopelijk lukt het hem. Zo. Is het gelukt? Het is gelukt. Oké. Het is gelukt. Het is... ik ben wel moe. Hier is je steen en je extra. Ah ja, ik zie het. Wauw. Echt, mijn ex is ook gelijk weer sterker. Mooi, maar ik denk dat... Ik wil gauw weg, want ik voel me er nog niet echt beter door. Ja, kom op. Nee, zal ik... ga jij voorop ook? Ik ga wel gewoon voorop. We moeten... Ik wil gewoon zo snel mogelijk door het dwarf vertellen en ik wil gewoon naar bed toe, man. Ik ben moe. Ik ook. Ik hoor... Wat hoor ik? Ik hoor... Ondoden. Ja, inderdaad. Ik hoor ondoden. Oh, shit! Wat... Oh shit. Oké, Jort, kijk uit. Moet ons gewoon een weg. Oh shit, deze heeft gewoon armor aan. Wat is dit? Ah. Wow, ze zijn echt mega sterk. Wat heeft dit nou weer? Komt dat door die steen? Ik denk het. Er is zoveel kracht vrijgekomen. Ik eet even zo'n appel, man. Ik ook. Sterker. Oké. Ontdood ook altijd. Oké, Jort, we moeten deze kant op. Weet jij de weg dan? Ik ken hier. Ja. Dan kun je snel. Wat? Zo, we zijn in Dwarfton. Aaron heeft hier een beetje dingetjes bij gemaakt. Het is nog niet echt dat je zegt, nou het ziet er goed uit. Want het is gewoon. Het zijn gewoon ruïnes. Heeft hij een oorlogje gehad of zo? Is het. Ik weet het niet. Zijn ze aangevallen door rebellen of zo? Hey, maar op zich, het ziet er wel goed uit als camouflage. Dat is waar, maar ik wil echt naar bed, want ik heb nu die hoofdpijn, die is echt ondraaglijk geworden nu, man. Ja, dat snap ik. Ik ga even in de troonzaal kijken of dat ik eventueel Aaron kan vinden, maar... En even om te kijken of dat het geld nog een beetje goed is. Ja, is goed. Dus, rusten, Jort. Tot zo. Die hoofdpijn, wat... Wat gebeurt er? Het wordt allemaal zwart omheen. Wat gebeurt er? Ik had je gewaarschuwd. De hoofdpijn is weg. Jort, hey, je bent wakker. Goedemorgen. Wat is er gebeurd? Je was flauwgevallen op de marktplaats. Ja, daar kwam ik op een gegeven moment ook zelf wel achter. En ik hoorde Valdir in mijn hoofd en hij lachte als een gestoorde gek. En hij zei van, ik heb je gewaarschuwd, maar ik weet niet... Wat is er veranderd eigenlijk? Ja, kijk maar eens even goed naar jezelf. Je bent nu ook echt een dwerg geworden. Hé? Oh, dat komt door de steen natuurlijk. Ja, door de steen. Wat ik toen ook had. Alleen, zeg maar, bij mij was het gewoon...
nog niet toen ze gecombineerd waren, maar nu is het gecombineerd en ik voel me gewoon veel sterker en levendiger. Ja, dat heb ik nou. Ik nu ook, want ik ben uit die menselijke vorm dan eigenlijk. Ja, ik ga even eten trouwens. Nu je toch wakker bent, ja. Moet ik het ergens mee over hebben. Wat is het? Want, jij weet altijd wel dat ik naar Era terug wilde om Demi nog eens te gaan zien. Ja. En dat wil ik ook gaan doen. Dus ik wil eigenlijk vandaag of morgen naar Era vertrekken, naar Demi toe. Ja. Om daar gewoon te kijken hoe het daarvan gaat. En hem even laten weten dat alles goed is gegaan, dat er meerdere stenen zijn. Ja, en ik denk dat het voor jou wel goed is als jij even naar Morgan gaat. Dat was ik juist ook van plan, want ik moet sowieso dat goud wat toen van Remy of ja en van Rodney van die twee hebben gekregen daar in die rare wereld. Dus dan moet ik even sowieso aan mij het geven. En ik denk dat het ook voor mij wel een keer goed is als ik even een keer terug ga. Ja, want dan weet ze ook weer dat jij er gewoon weer allemaal in orde bent. En dan ben je ook gewoon weer terug. Mm-hmm. Je kan natuurlijk altijd terugkomen. Weet je wel. Wat ik in Era wel ga uitzoeken is over dat grote dwergenfort. Ja, want ik denk dat daar wel informatie te vinden is. Want eventueel moeten we dat maar gaan overnemen. Zodat we nog sterker worden en nog machtiger. Ja, want ik denk dat Dwarventon, ik voel me er super, ik voel me er meer thuis als in Morgaren, maar ik denk niet dat het echt klaar is voor een aanval, mocht dat ooit gebeuren. Nee, we moeten wel meer manschappen hebben, maar Aaron was ermee bezig en het komt vast goed. Maar ja, rust nog even uit zou ik zeggen. Ja. Ik ga naar mijn eigen kamer mijn spul alvast pakken en dan zie ik je zo snel mogelijk weer terug. Is goed, tot ziens. Goed.